De kracht van Suriname is eenheid. Met de kroonjaren die Suriname dit jaar telt, is het nu echt van belang dat alle verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar komen en de koppen bij elkaar steken. Zo klinkt de mening van grondlegger en voormalig directeur van Staatsoliemaatschappij Suriname NV, Eddie Djarap, wanneer we bij hem langsgaan en een gesprek aangaan over diverse ontwikkelingen in Suriname. Volgens Djarap is dit zijn advies wanneer we het hebben over de verschillende jubileumjaren in Suriname dit jaar. Dus we moeten, naar mijn mening, die verschillen niet blijven aanhouden. We moeten dat, het is er geweest, maar wat zijn de dingen die ons voor ons alle soorten mensen overeenkomen en dat we ons vasthouden aan die gelijke overeenkomsten en daar aandacht aan besteden. Djarap is de mening toegedaan dat elke bevolkingsgroep zich moet verenigen tot één volk, want de verdeeldheid die er is zal een land nog sneller achteruit brengen.